Ja, from Veghel Centrum to De Wit Schijndel. Maar they're driving again. Ja, en I'll show you. Iemand is er in de ja, dat is me. Dat zal pap wel zijn. En daar heb je mam. Kwamen daar zo'n vrouwke daar tegen en die was boos op zo'n vrachtwagenchauffeur dat hij de weg daar blokkeerde om te lossen. Of niet, pap? Ja. Nee, je blokkeert zo niet meer. Dat doen we zo niet meer, hè. Ja. We hadden even omrijden. Ik zeg het niet zo te zeggen. Ja, officieel mag niet, want hij blokkeert de weg dan, maar... Moet je dan laten? Ja, dat bedoel ik. Achterkant. Moet je gewoon even omrijden dan. Moet hij dan aan de achterkant komen? Achterkant kan niet. Nee. Het is een nieuwe filiaal daar, dus die vrachtwagens moeten nog even uitzoeken hoe. Maar die lantaarnpalen en zo staan altijd in de weg. Nou, ik ben het werk één keer mee geweest met die chauffeurs. Al die problemen waar ze tegenaan lopen en met lossen lopen ze altijd... tegen problemen aan. No lantaarnpalen en dat soort gedoe. Kunnen de wagens niet kwijt. Half op de stoep zetten om te lossen en zo. Ja. Je moet daar beter kijken. Met de gemeente overleggen en alles en zo. Ja, maar ze moeten daar ook rekenen. Als ze daar een filiaal neerzetten, dan moet die filiaalmanager of zo met de gemeente praten en zo. Van luister, komen hier vrachtwagens lossen en zo en dan blokkeren ze alles. Dan moet daar iets worden aan veranderd en zo. Ja, dat is zo, een kwartiertje of zo is dat, als het niet korter is. Ja. Officieel mogen de opleggers ook niet in het centrum komen, klopt ja. Maar dat is een nieuw filiaal, er stond ook een bordje erbij. Hé, je hebt ook een zwembad. Dat was hier nou, keidruk, wat is daar voor te doen? Oh ja, hier ook nog gewerkt toen ik een jaar of 20 of zo was, of niet? Figaro, ja. Ja. Moest ik daar doen? Containers lossen. Super zwaar werk. Mek, 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 ja, heb ik gezien, ja, mek, mek. Die kleine... Hier, ik ben garage. Ja? Zo'n kleine restaurantjes van de McDonald's en een opkomst, hè. En die kunnen hier bespreken. En dan zetten ze die ergens bij het strand neer. En dan kun je dan eten bestellen en dan maak je daar voordekken bij, stop klaar. Ja, daar heb ik nog niet gehoord van. Hè? Heb ik nog niet van gehoord? Ja, ik heb regelmatig reclame van op de televisie. Bij Kijk Amerikaanse TV. Ja, maar dat Amerikaanse is reclame. Omdat ze daar invoeren, niet veel mensen doen, hebben denk ik. Ja, ja. Bij McDonald's langs snelwegen en zo, die kwaliteit is helemaal niet goed. En dan gaat de mondeling reclame van Mac is niet goed, bla 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 en zo wordt dat dan. Maar Mac in het centrum, die is wel gewoon goed hoor. Wat zit hier nou? Wat zit hier?
Nee, het is de. Ja, het is nou oranje. Jongen, ja. Ik ga klooien. Kom maar langs rijden. Even zo filmen en zo. Hallo, kijk, die kan niet rijden. Waar zit hij nou in aan de filmen? Ja, die kan niet rijden. Die al even groen zitten staan. Ja, groen gaat hij al remmen. Gewoon. Waar doen we deze weg ook alweer aan denken? Het parkeren van de kerk. Ik reed deze weg eerst heel vaak. En dan zo naar Schijndel, maar waarvoor? Oh, we waren toen van Schijndel naar een Veghel en Veghel toen werken en toen naar Schijndel toe. Ja. Nee, toen werkte ik niet meer bij de Witte. Nee, al niet meer. Nee, maar toch zie je dat ik toch ook deze oefening in de camping draaien. Hè? Ik zie je toch ook met jullie deze oefenen. Nee, dat waren de bar. Ja, we zitten hier toch ook. We zijn nu hier in Seikert. Ja. Seikert? Seikert. Kun je lachen, man? In een streetterrein kun je toch daar zo links rijden? Ja, maar daar is het al druk. Hoe weet je dat? Omdat het nou... Let op hier. Pas niet. Ik weet niet of dat zo ook wel mag, zo die groene kenteken zo met plakband. Of niet, die vier die is bijna helemaal afgeplakt zo. Hier bijna de deur, want het is te lastig mee.
Oh, het is zo bumperkleverachtig jij altijd, man. Er zit dan een bekante normale tussen. Dan moet je wel een hele erge mini-auto zijn dan. Ja, kijk maar hier. De lette waar wij. Dat voor hè. Je hebt echt nog geluk gehad dat ze jou nog geen boete hebben gegeven op bumperkleven. Dat is echt al jaren. Kijk, die afstand die je nou hebt, die moet je altijd hebben. Ja, zo weet ik ook. Nee. Mam? Ik weet het niet. Deze snap ik nog steeds niet waar die stoplichten voor zijn, man. Die geeft er geen nuk. Waarom rijdt hij niet door dan, man? Dat is toch groen? Je moet de vrachtwagen door te draaien. Ja, je kunt er gewoon aanrijden. Niet tegen de vrachtwagen lekker in. Ik wel. Mooi. Ja. Ja. Als ik er nou voor in had gereden en ik kreeg je tegen, oh, doe het nou, je kunt het niet zien. Nee hoor. Ja. Zie je het toch, zit je dan? Wat doet die daar nou? Hier toeteren. Ja, hier zit nou helemaal verkeerd te lopen. Ja, die toeteren dan. Waarom toeter je nou nooit? Verrein toe. Doen we naar de automaterialen? Ja, automaterialen. En daar komen we nog naar de let maar op dat witte autootje hier, ja. Ja, dat was het weer.